Rijkswaterstaat verbreedt de wegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. Onderdeel hiervan is de weguitbreiding van de A9 Gaasperdammerweg tussen knooppunt Holendrecht en knooppunt Diemen. De Gaasperdammertunnel verbetert de doorstroming van het verkeer en de leefbaarheid in Amsterdam-Zuidoost. De tunnel is met 3 kilometer de langste landtunnel van Nederland. Begin 2016 starten we de bouw van de nieuwe tunnel met het funderen van de wisselbaan met 2000 heipalen. Voor de hele tunnel waren 10.000 heipalen nodig. Na het funderen asfalteerde de aannemer de wisselbaan, zodat een deel van het verkeer ook hier kon rijden. Zo blijven er voldoende rijstroken beschikbaar tijdens de bouw van de tunnel. De wisselbaan heeft tijdens de bouw 2 rijstroken. Om ruimte voor de tunnel te maken, plaatsten we een damwand van 3 kilometer in de middenberm van de bestaande A9, waarna we de noordelijke helft van de A9 konden slopen. Na het afgraven van de oude A9 zijn we op 6 plekken tegelijk begonnen aan de bouw van de tunnel. We bouwden de tunnel in stukken van 50 meter. Voor de wanden gebruikten we een bekisting. Bekisting is een mal waarin het vloeibare beton kan uitharden. Voor het dak gebruikten we een tafelbekisting. Als het beton op het dak hard was, werd de tafelbekisting weggereden. Steeds als 50 meter van de tunnel klaar was, hingen we er technische installaties in op. Deze installaties zijn nodig om het verkeer straks veilig door de tunnel te laten rijden en incidenten snel en veilig af te handelen. De tafelbekisting kreeg tijdens de bouw de namen van vrouwelijke medewerkers van Ixas. Malou was de omgevingsmanager van Ixas. Op het dak van de tunnel bouwden we 3 dienstgebouwen. Hier komen alle kabels samen van de technische installaties in de tunnel. De tunnel wordt bediend vanuit de verkeerscentrale in Velzen. Als de verbinding met de verkeerscentrale uitvalt, wordt de tunnel bediend vanuit het middelste dienstgebouw bij de Gooiseweg. Er staan 2 grote noodstroomvoorzieningen die ervoor zorgen dat de technische installaties blijven werken als de stroom uitvalt. In de tunnel hangen allerlei technische installaties, zoals camera's, matrixborden, ventilatoren en luidsprekers. De kabels en leidingen van deze installaties liggen in kabelgoten in het bovenste deel van de 2 middentunnelkanalen. Het onderste deel is de vluchtroute bij calamiteiten. De middentunnelkanalen lopen tussen de hoofdrijbaan en de parallelbaan. De tunnel krijgt 5 verkeersbuizen en 11 rijstroken. Bij de S112 Gooiseweg komen op- en afritten. Hier sluit de A9 met een rotonde aan op de Gooiseweg. Dit is de eerste tunnel in Nederland die halverwege de tunnel op- en afritten krijgt. Tijdens het afwerken van de ruwbouw van de Gaasperdammertunnel werken we verder aan de tunneltechnische installaties. In totaal zitten er straks meer dan 15.000 elementen in de tunnel. Die zijn allemaal in de fabriek getest en worden op elkaar aangesloten. In de tunnel wordt alles nog een keer uitvoerig getest. De tunnel gaat pas open als alles goed werkt.